Deze keer ben ik bij Vrouwtje Strik. Die woont aan de rand van Bokstel. En Vrouwtje is beeldkunstenaar, ontwerper en een dierenfluisteraar. Leuk Vrouwtje dat ik bij jou aan de keukentafel zit. Mijn eerste vraag is, ben jij geboren in Bokstel? Nee, ik ben niet geboren in Bokstel. Okay. Ik ben geboren in Mil, in de Peel. Maar toen ik een jaar of 4 was, zijn mijn ouders naar Bokstel verhuisd. Ja, want je hebt nogal bekende ouders in Bokstel. Toch? Mag je vertel eens, waarom? Ja. Familie Strik. Er zijn meerdere familie Striks in Bokstel. Ja, maar niet jouw familie. Maar als mensen het zo zeggen, dan is meestal, ben jij die van de architect? Ja. Nou, ja. Ja, ja. En vroeger was ik de dochter van Jan Strik, de architect. En ik ben heel lang weg geweest uit Bokstel, 45 jaar. En nu woon ik sinds 8 jaar weer in Bokstel. En toen ik terugkwam, was ik de zus van Paul Strik. Ach, ja. Ja, en nou wordt het eens tijd dat ik Vrouwtje Strik van Vrouwtje Strik ben. Ja. Ja, ja. Ja, typisch hè, dat mensen altijd je vast... Oh, dat is er een van de dieren. Dan weet ik wie het is. Maar dat kun je wel, doe je zelf ook, hè? Ja. Dat kun je heel makkelijk plaatsen. Ja. Ja. En het is ook natuurlijk wel, als je 45 jaar weg bent geweest in Bokstel, dan kennen mensen jou niet, hè? Dus dan moeten ze wel, dan is het leuk dat je kunt zeggen, ik ben een zusje van Paul Strik. Dan weet ik het. Ja. Toch? Ja. Want waarom ben je zo lang in Bokstel weg geweest? Nou, ik heb veel op kostschool gezeten. Dus ik heb het gevoel dat ik eigenlijk nooit echt in Bokstel gewoond heb. Oh. Zo de lagere school en dan op kostschool. En dan ook nog even hier op de MMS. En weer naar kostschool, weet je. Echt heel veel. Mag dat kostschool? Ja, dat was vroeger altijd. Hè? Maar lijkt me ook wel heftig als jong meisje al op kostschool moet. Is het ook. En er is ook helemaal niks leuks aan. Nee, maar waarom moest dat dan? Dat ik lastig was? Ja? Nee, dat weet ik niet meer. Ja, want jullie hebben geen groot gezin thuis. 5. Oh, toch? Ja, ja, ja. We zaten allemaal op kostschool. Ja, ik op thee? Ja. Ja, er komt iets. Ja. Vrouw, je bent dus al heel lang uit Bokstel en nu ben je weer sinds een paar jaar terug. Sinds 8 jaar zei je, ben je terug. Ja, zoiets. Zoiets. Ja, ja. En al die tijd dat je weg bent geweest, waar ben je allemaal geweest? Heb je even? Ja. Ja, ja. Ja. Ik ben eerst op kamers gewoond in Den Bosch, omdat ik daar op de kunstacademie zat. En daarna heb ik zo, dat is eigenlijk wel grappig, ik denk eigenlijk dat ik het anti-kraak heb uitgevonden. Want ik heb heel lang, ik denk tot mijn 32e, in huizen van andere mensen gewoond. Of in kleine huisjes die iemand nog had en daar zat niemand in. En daar wou ik dan wel wonen. Of iemand had een huis gekocht en het ging niet door en kon ik daar dan tijdelijk wonen. Ach. En zo heb ik op heel veel plekken gewoond. Waarom deed je dat? Of dat kwam toevallig iedere keer zo uit? Dat kwam zo uit, maar dat kwam er natuurlijk wel heel goed uit. En goedkoop. Ik had hartstikke weinig geld. Ja. En ik vond dat ook wel leuk. Ik vind het leuk om... Ik vind verhuizen heel leuk. Ja, echt waar? Ja, ik vind verhuizen heel erg leuk. En dan in een nieuw huis en daar weer zo je eigen sfeer in aanbrengen. Ja, op moment leeft om dan weer met een nieuwe start te beginnen. Ja. Maar heb je niet zo dat je gehecht raakt aan bepaalde dingen? Ben je niet zo... Het is nog erger, want later, als ik naar een huis ging, dan ging ik het verbouwen. En het was nog niet klaar of ik dacht, waar staat mijn volgende huis? Ah, jakkes. Ik zou nu dus, dan heb ik dit allemaal verbouwd, zo weer een project willen gaan doen. Maar is het dan meer om het project, de uitdaging? Of is het een bepaalde onrust die in jou zit? Ik geloof niet dat het onrust is. Ja, dat weet ik niet, hè? Nee. Dat mag iemand anders zeggen. Ja. Maar... De lol van een huis waarvan ik denk dat het niet klopt, zo te maken dat het een menselijk huis wordt. Voor jou? Voor mij in dit geval. Ja, ik heb het ook wel voor andere mensen gedaan, maar er zijn heel veel standaardhuizen. En die zijn niet gemaakt op de mensen die er wonen. Nee. Snap je? Dan moeten mensen zich aanpassen aan het huis. Ja. Wat ik heel fantastisch vind is gewoon heel goed kijken. Kijken naar de bewegingen van een mens, nou die ken ik van mezelf dan, maar dat verandert natuurlijk ook in de loop van mijn leven. En dan kijken hoe je daar een huis omheen kunt passen, zoals je kleren maakt eigenlijk. Ja, maar leuk, ja. En dat is dan mijn manier van ontwerpen. Ja, maar het is ook een beetje jouw vak, hè? Welke richting heb jij gedaan op de kunstacademie? Ruimtelijke vormgeving.
Nou, dat is alles wat geen architectuur is en geen binnenhuisarchitectuur. Dus buitenruimtes, speelpleinen, straten, theater ook. Ja. Terwijl je wel met dat huis van bouwen daar ook wel een beetje jouw ding in kwijt kunt dan. Niks liever. Ja. Niks liever. Als ik wandel en ik zie een huis, of ik rij rond en er staat ergens een bordje te koop, dan ben ik al aan het ontwerpen. Dan ben ik al aan het nadenken van, hoe zou het zijn om hier te wonen? En hoe zou ik dat dan doen? En het gaat in een flits, hè? Ja. Als je wandelt kun je nog een beetje eromheen lopen en kijken en dromen. Ja. En zo. Dat gaat automatisch. Ja, dat is gewoon jouw ding. Ja, het zit in mijn bloed. Maar ik vind het zo knap, omdat je dan ook kunt zeggen, oké, het is weer klaar, ik ga er iets anders zoeken. Ja, niks liever. Ja. Maar je hebt ook in Italië gewoond, hè? Ja. En hoe ben je daar weer terechtgekomen dan? Ik woonde in Loosbroek. En daar woonde, dat huis hadden we gekocht, mijn partner en ik samen. En mijn partner is verongelukt in het verkeer. Ja. Ja. Dus dat was van de ene dag op de andere, was hij weg. Hoe oud was je toen? 47. En toen zat je in Italië? Nee, toen zat ik in Loosbroek. Oh ja, zat je in Loosbroek. Heeswijk-Dinter is dat. Ja. En daar hadden we natuurlijk ook weer verbouwd. En toen zat ik te denken van, goh, waar staat mijn volgende huis? En toen dacht ik, god, zou dat ook buiten Nederland kunnen zijn? Ik zat te denken op een Waddeneiland of weet je, maar dan wil ik ook een andere omgeving, hè? Of Limburg. En waarom was het ook om een nieuw begin, een nieuwe start te maken? Nee, dat zit gewoon in mij. Ja, dat was. En dat huis was natuurlijk eigenlijk veel te groot voor. Er was een huis voor twee mensen plus twee flinke grote werkkamers, want hij werkte ook vanuit huis. Okay. Dus dat werd gewoon ook te groot. Toen dacht ik van, nou, wat zou ik dan willen? En ik ben ooit, heb ik een boot weggebracht van Malta naar Madeira. De boot van iemand anders. En toen ben ik een tijdje op Madeira gebleven. Dat is een mooi eiland, dan kun je wandelen. En, en we hadden die tocht overleefd, want het was allemaal heel gevaarlijk. En toen is bij mij de herinnering gebleven, zo zou ik wel eens ooit willen leven. Een tijd. Zo op een eiland, in een warm klimaat, heel veel buiten. En dat ben ik nooit vergeten. En als ik dan zo nadenk van, waar zou mijn volgende huis staan, dan komen die dingen weer boven. Ja. Dus ik ben alles gaan lezen over Madeira wat ik kon vinden. Ik ben er naartoe gegaan en ik kwam terug. Nee, dat is het niet. En dat had te maken met, ik vond het niet spannend genoeg. Dat is Portugees, dat is heel beschaafd, hè? Want iedereen kent elkaar natuurlijk. Ja. Ik vond het eten. De Engelsen zitten er ook, hè? Ja. Madeira natuurlijk. Ik vond het eten niet lekker. Dat is ook heel belangrijk voor mij. Ja. En de fijnste plekken zijn langs de kust en die zijn behoorlijk volgebouwd. En als je hoger de berg op gaat, dat is wat ik dan heel aangenaam vind, hè, in mijn eentje. Daar komen die wolken tegenaan en hier verdampt het. En daar is dus altijd regen en koud. En toen zeiden mensen, daar moet je dus echt niet gaan wonen. Dat gaat in je huis zitten, in je botten, daar krijg je dan niet meer uit. Dus toen dacht ik, nee, dat wordt het niet. En de tweede gedachte was Italië, toen ben ik daar alles over gaan lezen. En de kaart erbij gepakt en nou, van alles gedaan. En de hele winter werden mijn ogen getrokken naar een bepaald gebied. En toen dacht ik, er is maar één manier om erachter te komen. Wat die kaart mij wil zeggen, is om er naartoe te gaan. Nee. En ik had met mezelf afgesproken, als ik er naartoe ga en ik heb dat gevoel wat ik hier denk te hebben, dan doe ik het gewoon. Want je kunt met je verstand alles gaan zitten bedenken, maar je verstand zegt nogal gauw, doe dat maar niet. Ja, er zit ook een angst, want, hè? Want, stel. En Italië en daar. Dus dat had ik met mezelf afgesproken en ik reed daar rond en ineens kwam er zo'n landweg af en ik draaide hoek om en denk, ik voel het. En ik heb een afspraak met mezelf. Dus ik ben daar verder gaan rondrijden en gewoon daar een beetje gaan rondrijden. En toen dacht ik, en nu ga ik die cirkel groter maken, ga kijken hoe dat gevoel is. En toen dacht ik, nee, het is wel hier ergens. Ja, dat was heel duidelijk. En toen ben ik naar makelaar gegaan, want ik dacht, ja, ik moet wel weten, hè, hoe dat nou gaat. Waarom was het nou dat stukje? Heb je daar later bij erachter gekomen? Ja. Was daar ook zee of water of was het de heuvels, bergen, heuvels? Heuvels, verlaten gebied. Dus het was eigenlijk een beetje saai sober eigenlijk, of niet?
hard, rauw. Het is een heel rauw deel van Italië. Okay. Het is Zuid-Toscane, maar het is heel, heel rauw. Ook de begroeiingen en alles is heel... Het weer... En waarom? Ja, dat was dus mijn intuïtie. En met die makelaar, die is met mij gaan rondrijden. En wat gebeurt er dan? Dat zeg je als Nederlander. Ik wil wel een beetje afgelegen. Hij leent een Land Rover en we gaan rijden. En ik roep, ho, wacht even, niet zo afgelegen. Dus nou, dat wilde ik dus weten. Dit is dus nog niet afgelegen voor Italië. Maar Nederlanders, die snappen dus niet wat afgelegen is. We reden dus door een rivierbedding met zulke keien met een Land Rover. En toen dacht ik, daar kan ik toch helemaal nooit komen? Nee. En niemand. Toen zegt hij, ja, dat is voor ons niet zo vreemd hoor. Later ben ik daar dus wel een beetje aan gewend, dat het zo is. Heb je toch niet gedaan, zo afgelegen? Nee, ik heb wel afgelegen, maar niet. Het was wel bereikbaar. Ja. Met een normale weg voor mensen en voor jou zelf ook. Ja. En toen ben ik met hem gaan praten over een aantal dingen van, hè, wat kost dat dan en kan het wel en zo. En toen heeft hij mij een hele hoop dingen dus fysiek laten zien, maar ook in die map hè, dingen laten zien. En ik heb materiaal mee naar huis genomen. En toen zei ik na 2 weken, ik moet gewoon naar huis. Want ik heb nu al zoveel indrukken. Ik laat het maar eens even zakken. Maar ik ga het wel doen, zei ik tegen hem. Toen reed ik in mijn auto terug naar Nederland. En in Duitsland was er een huis en er kwam alsmaar in mijn gedachten. Nummer 325. Die huizen hebben nummers. En dat had ik niet gezien, omdat ik vond dat de tekening niet klopte. Even denken, en er was een huis, er was dus een project, wat in de map stond van die makelaar, Ja, er stonden toen heel veel huizen in. En er was een vervallen huis en er was al een vergunning om dat te herbouwen. En daar had een geometra, heet dat daar, een tekening gemaakt. Maar ik dacht, dat is geen huis. Het zijn wel hokjes, maar het is geen huis. Daarom was ik daar niet enthousiast over. Maar toen ik terugreed door Duitsland, toen kwam dat alsmaar naar boven. Toen dacht ik, dan is er toch iets. Dus toen was ik thuis, heb ik weer gebeld. Toen zei ik, ja, ik kom terug, want ik wil dat zien. Daar is iets mee. En toen ik daar rondliep, dacht ik, het was een groot terrein met een vervallen huis. Thuis. Dat was het enige signaal wat ik kreeg, thuis. Ik dacht, nou, dan zal het wel kloppen. Dan heb je toen gekocht? Ja, en een afspraak gemaakt dat ik het ontwerp mocht maken. En dat zij het zouden organiseren, de bouw. En toen hebben we een prijs afgesproken en een periode van 9 maanden. En ik dacht, dat is Italië, dat is natuurlijk niet klaar, hè, over 9 maanden. Was klaar? Ja? Dus je kon na 9 maanden... Maar ik had dus eigenlijk een beetje zo de tijd genomen om mijn huis te verkopen in Loosbroek. En ineens dacht ik moet opschieten, want zij schieten op. Maar dadelijk... Ja. En je hebt toen het huis goed kunnen verkopen in Loosbroek? Heel leuk verkocht. Oh, hele leuke mensen. Zijn nog steeds vrienden van me. Oh, dat is leuk. En daar vertrok ik. In je eentje? In mijn eentje. Met mijn pick-up. Met een trailer erachter. Met 2 ezels en in de auto 2 poezen en een hond. Een trailer met 2 ezels? Ik had 2 ezels. Ik zit aan denken aan een ezel van een schilderij. Ja, nee. Echt waar? Ja? Beestjes. En die heb je mee? En die kon je ook gewoon meenemen in Italië? Ja, daar was een groot terrein bij. Ik had een soort afdak laten bouwen. Frank, en daar stond jouw huis. Jouw thuis dan. En toen heb je niet dikwijls gedacht, wat doe ik hier? In Italië bedoel je? Ja? Ja. Eén grote crisis. Ja, want je bent er toch ook wel tegengekomen, denk ik. Ja. Hè? Had je wel elektriciteit en je had eigenlijk alles? Nee, het was gewoon een goed huis. Ja, het was een goed huis. Hoe lang heb je er gewoond? 6 jaar. Ja. En na die 6 jaar, wat was de reden om weg te gaan? Was je er klaar mee? Of? Nou, wat je net ook zegt, ben je mezelf tegengekomen? Ja. Ja. Maar dat doe je natuurlijk wel vaker in je leven. Ja, maar dat is ook goed. Het was moeilijk, omdat... Kijk, wij praten nu zo, hè? Ik zeg iets en jij luistert en andersom. Dat gebeurt in Italië dus nooit. Als hier 5 mensen zitten, praten er 5 mensen tegelijk en niemand luistert naar elkaar. En dat probeerde ik dan te begrijpen. Ja. Nou ja, bij eentje is het al hartstikke moeilijk, maar bij 5 niet. Totdat iemand dus tegen mij zei, maar waarom probeer je dat eigenlijk te begrijpen? Dat is toch helemaal niet te doen? Dat doen wij toch ook niet? Oh, nou, dat was al een beetje zo van, dat hoef ik dus helemaal niet te doen. Ja. Italiaanse televisie doen ze dat ook zo. Ribbelen ze allemaal door elkaar heen. Als je in een gesprek bent met mensen, dan gaat het over mensen die ik niet ken, situaties die ik niet ken, gebieden die ik niet ken, onderwerpen die ik niet ken. Dus ook al zit je nog zo je best te doen over dat Italiaans,
Je snapt er dus eigenlijk niks van. Nee. En hoe Italië georganiseerd is, snap je ook niet. Dus ik dacht, ja, het is allemaal wel... Je kreeg geen verbinding, hè? Geen letter. Jawel, hartverbinding. Oké, dat wel met mensen, ja, nou en of. Makkelijker dan hier, hoor. Ja. Maar het is een beetje drijfzand, weet je. En dan, ik was echt geëmigreerd, dus ik moest de belasting daar doen en de verzekering. En zo. Ik snapte er eigenlijk helemaal niks van. Toen, het is ook wel een beetje een smal paadje waar ik op loop. Van, dit gaat goed, maar... Er moet ook niks raars ja, gebeuren, maar dan snap ik. En dat vonden zij nog sterker dan ik, want ik had daar geen familie. 96% van alles wat georganiseerd is, is door de familie. Dus zij hadden heel erg met mij te doen, zo in mijn eentje. En een warme arm om je heen, een maatje had je ook niet natuurlijk. Nee, maar wel hele goede vrienden. Nog steeds. Uit Italië, ja. Mensen die... Ja. Hoe ja, en dat gaat dan heel recht het hart in. Ja. Fantastisch. En de natuur vond ik geweldig. Daar leef je veel meer met de natuur. Ja, dat is allemaal. En alles wat er fout gaat, dan zeg je ja. Dan ben je een aantal jaren gebleven. Toen ben je op een gegeven moment was het toch klaar. Oh ja, en ik vroeg mezelf dus een aantal keren per jaar af. Dan ga ik gewoon zeg maar met mijn aandacht naar binnen en dan denk ik, ben ik hier klaar? Want wat ik in mijn leven gedaan heb is altijd, ik doe iets totdat ik voel het is klaar. Ja. En dan ga ik iets anders doen. Ja. Snap je? En het antwoord was steeds nee, het is niet klaar. Nou, dan blijf ik toch. Zo. En ineens was het antwoord ja, het is klaar. En voordat ik naar Italië vertrok, dacht ik, en daarna ga ik naar Zuid-Afrika en dan ga ik naar India. En ineens was het antwoord terug naar Nederland. En toen dacht ik, oh, dat vind ik eigenlijk ook wel een goed idee. Ja. Nou, want daar zit ik dan. Typisch, hè? Is het dan toch de route die je weer trekt om terug te komen naar Nederland? Of de veiligheid? Het was ook wel gewoon spannend. Daar hou ik daar wel van, maar... Ja, maar je voelt het bloed constant stromen in je aderen, hè, als je zo'n leven lijkt. Ja. Dus je ging terug naar Nederland en toen heb je dit gekocht? Terug naar Nederland en toen dacht ik, nou kan ik nog een keertje naar Drenthe gaan. Maar ik geloof toch dat ik gewoon naar Brabant wil. Ja. Ja. Ik ben aan het zoeken gegaan en toen stuurde mijn makelaar mij een aantal dingen op. En er zat dit huis bij. Toen dacht ik, oh, die huizen ken ik van vroeger. Ja. Mijn vader heeft deze huis ontworpen. Och, wat leuk. En we hebben ze dus vanaf één straat verderop gebouwd zien worden. Och, ja, in het Dianabos, hè? Ja. 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 En ik vond dat altijd zulke leuke huizen. Ik had zelfs iemand, een paar maanden ervoor ben ik hier langs gereden. Zei, ik moet je even iets leuks laten zien, deze huizen. Dat is ook sterk, ja. En ik had mijn gevoel, ik ben terug in mijn oude bosje, Spangenrijk. Ja. Ja. Dat is natuurlijk heel bijzonder dat ik eerst wegga. Ja. Naar een absoluut onbekend land, met een taal die ik heb moeten leren. Ja. En dan prrrt, terugkomen in mijn oude bosje. Zo. Ja, vreemd, ja. Hè? Dat je dan uiteindelijk door allerlei kronkels toch weer uiteindelijk op je stekje terechtkomt, hè? Ja. En toen ben ik er eerst in gaan wonen. En toen dacht ik, ik vind het niet goed in elkaar zitten. Ik vind het ook te groot enzovoort. Maar ik dacht, ik ga eerst maar eens wonen, weer wennen in Nederland en zo. En toen ben ik hem gaan ontwerpen op mijn gemak. Ja, dat kun je permitteren als het voor jezelf is, ja, hè? Heerlijk. In opdracht moet het snel. Ja, dat kan ik niet. Als je zin had, ging je ervoor zitten? Nee, hè? Dat moet bij mij heel lang... Dat proces duurt lang. Dat moet groeien bij dingen, jou. Ja, allemaal dingen tegenover elkaar afwegen en denken, nee, dat vind ik niet goed genoeg, dat vind ik niet praktisch genoeg, niet mooi genoeg. Intussen had ik een opleiding permacultuur gedaan en dan ga je heel erg kijken naar hoeveel ruimte heeft een mens nodig. Welke materialen gebruik je het liefst uit de regio of anders uit het land? Duurzaamheid staat daar heel hoog in het vaandel. Hè? Want je kunt het dus zo bouwen dat je het over 20 jaar weer moet afbreken, je houdt niks over. Of je bouwt zo dat het en langer meegaat en dat je met natuurlijke materialen en dat je zo'n kleine voetafdruk maakt. Dat je cycli maakt, hè? Dus kringlopen maakt, ontwerpt. En daar ben ik heel lang mee bezig geweest, maar dat vind ik zo fijn dat ik natuurlijk geen haast had. Ja. Maar het dak begon te lekken. Heb ik laten repareren. Toen lekte het ergens anders. Laten repareren. Toen lekte het weer ergens anders. En ik stonk. Het huis was muf. Ja. En mijn moeder zei, ik ruik astma aan jouw kleren en je haren, dat je huis zo muf is. Dus, nou ja, alles bij elkaar. Toen dacht ik, nou ga ik een ontwerp maken. En dan heb ik het eigenlijk opgedeeld in tweeën. Dus nu heb ik twee appartementen. En
Dus je hebt echt het idee helft van het huis. Woon jij en de andere helft? Ja, dat is nu, nog een atelier van mij, maar daar kan iemand anders wonen. Met het idee van hoeveel ruimte heeft een mens nou nodig? Snap je? Nou, ik hou ervan om alles in één ruimte te doen. Dus we zitten nu aan de keukentafel, maar dit is ook mijn werktafel en dit is ook mijn eettafel en het is eigenlijk alles. Ja, want het is hier de keuken, de woonkamer, hierachter heb je een slaapkamer. Ja. En dat bevalt jou goed? Ja. Maar dat komt ook natuurlijk omdat je alleen bent. Ja. Als je een gezin hebt, dus dan wordt het alweer moeilijker natuurlijk. Ja. Hè? Maar dit is het voordeel van jou, dat je het ook zo voor elkaar krijgt natuurlijk. Ja. Vrouwtje, dan zit ik hier en dan zie ik hier allemaal zo'n mooie kunstwerk staan. Die heb jij ook gemaakt. Dankjewel. Ja, prachtig zijn ze. Vertel er eens iets over. Ik heb op de kunstacademie in Den Bosch ruimtelijke vormgeving. En vroeger maakte ik altijd al dingen, als kind. Knipte ik gewoon stukken uit iemand zijn kleding, want dan had ik dat lapje nodig. En daar ben ik mee doorgegaan en toen ik op de academie, er was eigenlijk een ontwerpafdeling waar ik zat, maar ik kon het gewoon niet laten. En toen kwam er ook iemand op de academie, één keer per week geloof ik. Je had één dag, de vrijdag, kon je iets anders doen op een andere afdeling. Dat was hartstikke leuk. En daar kwam iemand en die maakte dit soort plastieken, en dus als docent. En dat vond ik geweldig. Dat was echt mijn dag. Dus daar ben ik bij haar toen die lessen gaan volgen. En dat begon met vreemde beesten, poppen, en toen werden het plastieken. Toen vond ik dus echt dat je dat geen poppen mocht noemen. Hè? En daar heb ik me, denk ik wel, 10 jaar mee bezig gehouden. En ook tentoonstellingen en ik verkocht. Dit is een serie en die gaat over de eerste, tweede, derde huid van een mens. Dus je eerste huid is je letterlijke huid en je tweede huid is je kleding en je derde huid is je huis en je vierde huid is je baan. De linker die heeft te veel huid, dus die past niet meer in zijn huid. De middelste die heeft te veel huid, maar die is verschrompeld, dus die voelt zich ook ellendig. En de derde die stapt letterlijk uit zijn huid. Ik zie ook in jouw tuin dat je daar ook allemaal heel creatief bezig bent. Want jij bent ook bezig met jouw tuin om daarvan te eten, hè? Begrijp ik. Hè? Ja, ja, dat is allemaal datzelfde permacultuurverhaal. Dus, vertel dat je dus niet alleen. Permacultuur is vooral bekend intussen van de tuinen. Een bepaalde manier van een tuin aanleggen. Hè? Ja. Maar dat is weer datzelfde ontwerpsysteem. Als je iets. Bijvoorbeeld als je zegt, ik wil fruit. Waar zet je die fruitbomen dan neer? En dat ga je dan zo zitten ontwerpen, dat die fruitboom meerdere functies heeft. En dat is allemaal dat duurzame aspect. Dus niet allemaal elementen toevoegen, maar één element neerzetten op de ideale plek. En dat combineren met andere planten en met wat dan ook. Het water, of het opvangen van water. Dat het zo maximaal mogelijk rendement heeft. Noem eens een voorbeeld. Bijvoorbeeld, je zegt een fruitboom, maar... Een fruitboom geeft ook schaduw. En wanneer geeft die nou schaduw? In de zomer. Nou, dan moet je aan de andere kant van de zon, de noordkant, planten zetten die in het voorjaar warmte nodig hebben, als er nog geen bladeren aan die fruitboom zitten, maar midden in de zomer juist wel schaduw willen. Ja. En dan heb je weer plantenfamilies die wel en niet goed met elkaar samenwerken. Nee, het is echt een hele studie. Het is een hele wetenschap. Het is een hele wetenschap. Maar wel interessant. Als je een vijver maakt, dan krijg je daar leven in. Hè? Wat weer heel goed is voor de biodiversiteit. Maar het geeft ook reflectie van het licht. Dus waar leg je die vijver dat je het optimaal profijt hebt van de reflectie van het licht? Ja. Maar merk je dat dan ook aan je planten? Dat het daardoor beter groeit omdat het en op de juiste plek staat en... Ja, klopt het ook allemaal, die theorie dan? Nou ja, dan moet je ook steeds weer aanpassen. Hè? Want iedere tuin is anders en iedere grondsoort is anders. En de wind is anders en de lichtinval en de schaduwen en zo. Dus ik ben natuurlijk nog heel erg aan het opbouwen, want dit is arme zandgrond. Dit is bosgrond. Ja. Ja. Hier liggen een paar dingetjes die uit de tuin zijn. Dat zijn aardperen. Aardperen? Ja. Dat is zo'n Ik stop er 2 in de grond en dan krijg ik... Een hele emmer aardperen van, 1,5 emmer. Die vermenigvuldigen zich. Ik dacht dat die altijd groter waren. Het is een wortel, hè? Ik heb er gisteren een aantal aan vrienden gegeven en die hebben mij. Ik heb er een paar kleine gehouden. Mm-hmm. Het is aardappel, aardpeer. Hoe eet je ze als een aardappel? Ja, je kunt ze op heel veel verschillende manieren klaarmaken.
En wat heel erg leuk is daaraan, die krijgen, het is van de zonnebloemfamilie. Ik heb ze in de voortuin staan. Ja. Ik heb een stellage moeten bouwen om ze een beetje te stutten. Die worden 4 meter hoog. Helemaal vol met gele zonnebloemetjes. Och, wat leuk. Ja. Dat is 1 gegons van bijen. Zomers. Goh. En dat bloeit wel tot oktober. Dus je hebt er ook heel veel plezier van aan vrolijkheid, plus, en leven. Plus dat je dus de bijen en de vlinders daarbij binnenhaalt. Ja. Ja. Maar jij eet dit ook? Je maakt hier ook echt gerechten van alles. En leuk. En dit, dit is eeuwige moes. Eeuwige moes? Ja, ik heb zo'n stek gekregen van iemand. Die heb ik in de grond gezet. Eeuwige moes, het is een koolsoort. Ja. En gisteren had ik dat ook meegenomen naar vrienden. En toen zochten we het op en het heet ook oude wijvenkool. Vind ik zo leuk. Oh ja, oude wijvenkool. Ook arme luiskool. Ja. Die kunnen goed ook allerlei geneeskrachtige... Ja, de kunst is natuurlijk om zo divers mogelijk te eten. Dan heb je van alles wat, snap je? In iedere plant zit weer iets. Ja, en daar heb je ook zomaar voor gestudeerd? Dan weet je dan ook, of zeg je Ja, maar ik doe het ook een beetje op mijn intuïtie. Ja, ja, ja. Maar wat is dit dan? En dit is palmkool. Palmkool. Ja, dit is in Italië heel, heel populair. En ik heb het hier ook gezet. Het is de bladeren zijn kool ditje... eigenlijk, hè? Achtig. Ja, het is allemaal koolsoorten. Ja. Alleen ze zouden eigenlijk iets langer moeten zijn, maar... Misschien door de kou. Want is dit, maak je hier stampot van of zo? Ja, of stoven, hè? Oh ja, met een sausje of iets? Ja. En tomaten. Dit ook? Ja, tomaten. Ja. Ja. Dit is, ik snap nou wel waarom het de arme luiskool heet. Het is behoorlijk voedzaam. Dus dan heb je echt iets in je buik als je het eet. Ja. Ja. Kijk, zo heb je ook dat kruid, hoe heet het? Tuinmansverdriet. Het zevenblad, hè? Noemen ze wel tuinmansverdriet. Ja. Kun je ook eten? Dan, ja, kun je ook eten. Dan hoorde ik dat er vroeger heel veel gegeten werd. En dat onkruid, wat ik dan zeg, is door de Romeinen heel vroeger hier naartoe gebracht. Omdat dat heel snel groeit. Nou, dat klopt ook, want heel veel thuis staat er vol mee. Omdat er zo weinig voeding was. Dat heb ik eens een keer gelezen. Ja, en daardoor kwam het... Ja. Daarom het zevenblad hier in Nederland terechtgekomen. Ja. Ofwel het tuinmansverdriet. Tuinmansverdriet. Ja, je komt er niet vanaf. Hè? Nee, je komt er niet vanaf. Nee. Maar dit komt dus allemaal uit je eigen tuin. Ja, dit is wat er nu... En zomers, sla en zo, doe je dat ook? Want dan heb je weer andere soorten groenten. Ja, wat er is, hè. Ja. 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 Ik heb ook asperges. Want het is kijk, bij gewoon een groentetuin of moestuin, dan ga je iedere keer zaaien. Ja. Nou, bij permacultuur zeg je van zoveel mogelijk blijvende planten. Oké, dus dat is minder werk. Ja, en ja. Je hebt toch je oogst ervan. Ja. Ja. En kruiden. Je knipt het af wat je nodig hebt en die plant die blijft gewoon groeien. Ja. Dus die asperges die komen ieder jaar terug en die worden alleen maar groter. Hoezo, die haal je er toch uit? Een groene asperge, nee, die knip je af. Oh ja, die knip je af, ja. En dan op het laatst. Als de oogsttijd voorbij is, knip je ze allemaal vlak boven de grond. En het jaar erop komen er meer op. Dat moet ook een hobby zijn, hè, dit. Er gaat toch stiekem veel tijd in zitten om zo je tuin aan te kleden. Vind ik ook, ja. Maar je hebt niet een siertuin. Ja, dat is mijn siertuin. Ja, dat is jouw siertuin. Ik zeg het en ik denk, nee, dat is jouw siertuin. Gewoon. Ja. Ja. Frambozen, bramen. Want waarom is jouw huis nou duurzaam? Je hebt het natuurlijk door duurzame materialen gebouwd. Ja, en materialen die ook of in Nederland of uit de buurt komen. Dus dan heb je veel minder transport. De isolatiematerialen. Ik heb bijvoorbeeld de vloer die is uitgegraven. En daar zit zo'n laag geëxpandeerde kleikorrels in. Die komen uit de buurt van Antwerpen. En die hebben een hele goede isolatiewaarde. Kleikorrels? Dus niet... kleikorrels? Ja, maar die worden dan groter. Er zit lucht in. Nou, die lucht die isoleert. Hey. Heb je op een gegeven moment zo'n heel bed, zo'n soort ballenbak, ja. Maar dan de hele vloer. Ach. Ja. En dan komt een klein beetje cement op. Dan heb je niet, cement maken is heel duur, of kost veel energie om te maken. Ja. En de verwarming dan, heb je ook zonnepanelen? Nee. Oh. Ja, er zijn te veel bomen. Ja, dat is waar, heb je, ja. Nee. Hoe verwarm je dan dit huis? Ik heb nu vloerverwarming en ik heb een houtkachel. Oh ja. 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 Wat ik bijvoorbeeld wel gedaan heb, is het is een lessenaarsdak, hè, hier. En dat houdt in? Want je schuin loopt erbij. Loopt schuin, zo. Okay. Dus hier de goot. Ja? Aan de voorkant. Oh ja, ja. En ik heb een hele grote tank laten ingraven in de tuin. En ik vang het regenwater op.
Ach. En dat regenwater gebruik ik weer voor het toilet en de wasmachine en voor buiten. Wat? Dus jij, als jij dus naar de wc gaat, dan heb jij ook, als je het toilet doortrekt, is het ook een beetje bruinig water? Nee, helemaal niet. Er zitten filters tussen, hè? Oh. En doe er ook de was mee. Ja, hoe gaat dat dan? Gewoon regen? Ja, dat is dus allemaal aangelegd. Dat kan ik niet, snap je? Nee, ja, ja. Okay. Ik moet zeggen wat ik wil. Er zit wel een soort zuiveringssysteem in? Filters. Ja, want een blad en anders kan sowieso natuurlijk. Nee, er zit al een bladvanger in de goten. Dan zit er nog een bladvanger in de regenpijp. Die kun je schoonmaken. Ja. En dan zit er nog in de tank zelf ook nog een filter. Dus je hebt eigenlijk bijna geen waterverbruik. Alleen maar dan van het regenwater. Ja. Ik had het liefst ook nog met de douche gedaan, maar dat mag niet in Nederland. Oh nee? En waarom mag dat niet? Ja, dan kun je een druppeltje in je mond krijgen en dan zou je ziek kunnen worden. Als je ooit permacultuur jij weer in verdiept, dan wil je dus nooit meer in drinkwater pissen. Je gaat het dus water zuiveren om in te pissen en te poepen. Dat is toch wel heel onlogisch. Ja. Als je het nou hebt over minder energieverbruik, dan is dat toch wel een hele van de hand liggende eigenlijk. Hè? Ja. Je hebt het echt puur gedaan, niet om goedkoper uit te zijn, maar meer om echt duurzaam te zijn, bijdragen aan... Voor mijn geweten. Ja, voor mijn wereld, aan de aarde. En ik vind het interessant om zo oeverloos te peuteren van kan het niet nog een beetje beter of duurzamer of mooier. Ja. Even een heel ander onderwerp. Ik ken jou eigenlijk via het schaliegas. Ja. Een heel andere insteek. Ja. Wij zijn toen zo fanatiek onder andere met een hoop andere mensen bezig geweest. En want jij deed toen ook de pers, geloof ik. Hè? Hoe was dat toen toch? Ik weet het al niet meer precies wat jij toen vooral deed. Nou, we deden van alles. Maar het ging steeds met vlagen. Hè? Dan waren we weer weken heel, heel erg actief. Ja. En dan begeleidde ik Mirjam als ze een interview moest doen. Of ik deed af en toe zelf ook interviews en zo. En dan waren we weer met handtekeningen bezig. Ja. En dan die manifestatie op de markt. Die we georganiseerd hebben. We zijn denk ik anderhalf jaar, twee jaar heel actief geweest. En uiteindelijk is ons doel was, er mag niet geboord worden in Boxtel. Ja. Want dan is het niet alleen Boxtel, dan gaat het door de Campina richting Zeeland en dan is de hele natuur weg. In Boxtel komt het niet. En daar ben ik dus heel trots op. Ja. In Boxtel is het echt van de kaart. En ik ben ervan overtuigd, want ik ken die man van Quadrilia, door alle interviews en alle gesprekken die we gehad hebben, dat het toch voor een heel groot deel aan ons ligt. Ja. Weet je nog, toen we begonnen, de eerste keren moesten we heel veel uitleggen. Maar is dat dan? Het zal toch wel goed zijn? Ja. En als de overheid zegt dat kan, dan kan het toch wel. En de kachel binnen moet de kortste, wel branden in de toekomst. Ja, en het is banen. Ja. Binnen de kortste keer, in weken, merkten we per week dat mensen beter geïnteresseerd of geïnformeerd waren. En dat ze zeiden, nee, dat moet er hier niet komen. Nee. En toen was het 70% die nee zei. Ja. Echt, in anderhalf jaar tijd? Ja, het ging heel hard, denk ik. En ik denk, ook door die chemicaliën die ze gingen gebruiken met het gasboren. Hè? Ja. Want hun zeiden, nee, dat kan nooit naar de oppervlakte komen. Natuurlijk komt dat ooit eens naar boven. Hè? Ja. Ja. De wetenschappers zeggen, het gaat fout. De vraag is alleen wanneer. Ja. Dat het in Boxtel nu niet gebeurt. Ik denk dat de Rabobank, hè, heeft daar ook aan meegewerkt. Als buurman van dat veld. Ja. Het komt dus niet in Boxtel. Het is nu echt van de kaart. En denk ik, geweldig. Ja, dat is wel kicken. Noordoostpolder is nog wel de klos. Ja. Eigenlijk moet het natuurlijk nergens gebeuren. Nee. We zitten alsmaar naar die kaart te kijken. Wil je ook een stukje hebben? Ja, heerlijk. Ik dacht, wanneer gaat ze toch vragen? Ja, eindelijk. Ja. Eindelijk. En nee, ik heb hem niet. Thee in, hè? Ja, en ik heb hem niet zelf gebakken. Dat maakt niet uit. Ik vind het toch lekker. Vrouwtje, nou dat jij zo met die taart bezig bent, wie is eigenlijk die luisteraar die hier aan tafel zit naast jou? Gijs. Gijs heet die Gijs. Hij heet Gijs. Bij mij krijgt alles een naam. Mijn auto heeft ook een naam en zo. Ik heb Gijs gevonden in het bos. Och. Gijs was denk ik van een kinderwagen afgevallen. Ik ben hem een paar keer tegengekomen op dat plekje. En na drie dagen dacht ik, ach. Hij lag dus echt in de modder. Ach. Ja. Heb ik hem tegen een boom gezet. En toen liep ik weg en toen zei ik, het gaat je goed. En toen liep ik een stukje verder en toen dacht ik, die kan ik toch helemaal niet achterlaten. Oh, ik neem hem mee naar huis. En je hebt hem gewassen? Ik heb hem gewassen. En ik moet hem nog repareren.
Hij is wel heerlijk rustig, toch? Ja, hij is heerlijk rustig. Maar hij ja, vindt het wel leuk. Die zit er gewoon bij. Ik denk dat ik hem naar de kringloopwinkel ga brengen. En dan hoop ik dat de eigenaar hem vindt. Ja, wie weet. En anders want hij hoort toch gewoon bij een kind, hè? Ja, hij hoort bij een kind. Ja. En anders een kindje. Hè, die er heel gelukkig mee is. Precies. Toch? Ja. Wat ik ook zo leuk vind van jou is, je bent een dierenfluisteraar. Zeg ik dat goed of zeg ik dat niet goed? Jawel, dat zeg je wel goed. Ik communiceer met dieren. Dus ja, dan ben je een dierenfluisteraar, hè, of een dierentolk. Alleen wat ik doe is iets anders dan een dieren. Een dierentolk die maakt contact met een dier en stelt vragen om antwoord te krijgen op zijn vragen. Hè, dus gegevens. Waar hou je van? Wat wil je graag? Aan de dieren. Maar hoe krijgt hij dan? Contact. Dat is dan energetisch of zo? Ja. Ja, je kunt er telepathisch, je kunt er heel veel etiketten op plakken. Wat ik doe, ik ben begonnen vanuit EFT, Emotional Freedom Techniek. En dat ben ik gaan doen omdat ik las daar iets over en dacht, dat vind ik interessant. Want wat het doet is, de ballast die je bij je draagt, hè, in de loop van je leven bouw je nogal wat op, hè, die kun je door te kloppen op acupunctuurpunten van je eigen lichaam, kun je die neutraliseren. Weg. Ja, je hebt dus geen ballast op je rug, op je schouders. Nou, ik begon ermee omdat ik vond het interessant en ik dacht, ga het eens proberen. Want ja, in de loop van mijn leven heb ik natuurlijk ook aardig wat meegemaakt. Ja. En ik dacht, ik wil er eigenlijk wel vanaf. En ik ben niet iemand van de therapieën. Daar vind ik niks aan. Snap je zo? Dus ik ben dat op mezelf gaan toepassen. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, maar dit is wel een beetje amateuristisch, wat ik nou zit te doen. Ik merkte wel dat het werkt, hoor. Hoezo? Wat doe je dan? Ik zal een voorbeeld voor jou nemen. Ja. Stel, je bent ooit door een hond gebeten. Ja. Op het moment dat jij een hond ziet, doe je dit. Heeft niks met die hond te maken die je nu ziet. Want het was ooit een hond, weet je. Daar kun je niks aan doen. In je onderbewuste is iets opgebouwd. En je onderbewuste koppelt dat aan die schrik. Of die angst voor die als hond. Als ik die hond zie, zeg maar. Ja, als je een hond ziet. Ja. Maakt niet eens uit welke hond. Wat je doet met EFT is dus kloppen op een aantal acupunctuurpunten. En je zegt deze angst voor de hond. Deze angst voor de hond. En dat blijf je net zo lang doen, maar een rondje, hè, van op die acupunctuurpunten. Tot je voelt dat het weg is. Ah. Gewoon weg. Op internet geven ze heel vaak het voorbeeld van angst voor spinnen. Ja. Snap je? Ja. Nou, angst voor water. Het kan voor alles zijn. Het heeft vaak met angst te maken. En dus een herinnering aan iets wat ooit gebeurd is, waarbij je een emotie hebt opgeslagen. En die steeds terugkomt als er een vergelijkbare situatie is. Nou, dat kun je dus wegkloppen. En ik merkte dat het dus heel goed werkte. Het geeft wel een verlichting natuurlijk. Ja, precies. En als je het ene doet, dan kom je al op het volgende. En denk je, oh, dan doe ik morgen dat. Weet je? Ik zou ook heel de dag gaan zitten kloppen. Oh ja, want dan kun je, ja. Nou. Tijdens gesprekken. Het is dus heerlijk. Ja. Het is dus heerlijk om te doen. Ja, want je bent er vanaf. Maar ik dacht, ik vind dit zo interessant, ik wil daar meer van weten. Dus ik ben een opleiding gaan doen. En die opleiding is voor therapeuten. Therapeuten, die hebben meerdere technieken. En EFT is er één van. Emotional Freedom Techniek. Dus je wordt vrij van bepaalde belastende emoties. Ja. Dus ik belde die docent op en zei, luister, ik ben geen therapeut, maar ik wil het wel leren. En toen zei ze, kom maar. Tijdens die opleiding merkte ik, tussen al die therapeuten zittende, oh jee, ik moet geen mensen dat niet bij andere mensen gaan doen, want als er iets, dan komt natuurlijk ook iets anders op. Ja, komt ook heel en je begint bij het ene en je komt op iets anders en je komt op iets anders. En toen dacht ik, daar heb ik de technieken helemaal niet voor hanteren. En de taal niet. Nee. Ja. En je kunt ook niet zeggen van, ja, nou ben je wel depressief daardoor, maar ja, dat is jou, je moet mensen ook dan verder begeleiden. Natuurlijk. Ja. Dan moet je ook zin in hebben. En dan moet je zin in hebben. Of je moet op zijn minst een aantal mensen kennen waar je naar kunt verwijzen. Toen dacht je, ik zit niet in die therapeutenwereld en ik heb er ook niet zoveel mee. En toen leren we die techniek. Ik kan het dus voor jou doen, op mijn lichaam. Dat noem je vervangende techniek. Dus dan klop ik op mijn lichaam voor iets wat bij jou dwars zit. Dat kan. Dat doe je bij baby's, zieke mensen, oude mensen. Die vinden dit natuurlijk heel naar. Mensen die verlamd zijn of zo. Dat kun je vervangen doen. En meteen kwam bij mij dieren. Dan kan ik het dus ook op dieren doen.
En toen maar ja, die hebben toch andere acupuncturen dan? Of acupunctuur? Ja, maar ik doe het op mijn lichaam. Acupunctuur. Vervangend is vervangend. Dus ik doe het op mijn lichaam voor dieren. En dieren hebben eigenlijk dezelfde emoties als wij. En dezelfde herinneringen aan iets wat naar is geweest. Een hond die achtergelaten is. Die opgejaagd is. Ach, en dat doe jij dus? Dat doe ik. Als dieren een gedrag vertonen waarvan wij zeggen dat is onhandig of dat vinden wij niet fijn. Hè? Dat is voor hun een manier om te communiceren met ons. Een hond die alsmaar de riem trekt, die trekt niet zomaar aan de riem. Die is ons iets aan het vertellen. Hij mag eigenlijk niet trekken. Nou, weet je, in feite zegt die hond iets van wat hij wil. Maar jij snapt dat dan niet. Ja, maar zit met een hond trekt, die wil gewoon los, die wil zijn vrijheid hebben, of die wil sneller, of ik verzin nou maar wat. Ja, dat kan. Het kan ook zijn dat hij bang is. Oké. En waar is hij dan bang voor? Snap je? Ja. Is het vluchtgedrag? Waar wil hij dan voor vluchten? Maar het zijn ook situaties dat een dier ziek is en de dierenarts kan niks vinden. Nou, dan is het bijna altijd een emotioneel probleem. Ja. Kijk, het gaat mij natuurlijk om te zoeken waar die emotie zit, ja, die dwars zit. Merk je ook aan een beest dat hij jou dankbaar is? Ja, dankbaar vind ik dan een groot woord. Ja, dat is een beetje wat wel. Wij bedenken, hè? Ja. Maar er zijn nogal wat dieren die zeggen, oh, wat lekker. Ga nog even. Dan zeg ik op een gegeven moment van, nou, we ronden het af, hè? Want dit is opgelost en je hebt het gevoeld. En je hebt nou gevoeld hoe lekker je leven kan zijn. Gaan we het afronden? Nou, dan zeggen ze nog alles, ga nog even door. Ja. En dat doe ik dan ook altijd. Ja, ja, ja. Ja. Ik heb het bij een varken gedaan, een hangbuikzwijn. Ach, wel leuk. Die was heel eerlijk. Ja? Dat was wel pijnlijk voor de eigenaresse. Ja. Ja. Die had echt zoiets van, ik vind hier niks aan. Nee, hij vindt het daar heel erg leuk. Maar die eigenaresse zei, ik vind dat hij wel wat dankbaarder mag zijn. En hij zei gewoon, dat doe ik niet. Oh ja. Nee, ik heb het prima naar mijn zin, maar ga niet dankbaar zijn. Ja. De baasjes merken natuurlijk wel dat er een verschil is daarna. Heel vaak verandert er al iets als de afspraak gemaakt is. Dat is natuurlijk allemaal energetisch werk, ja, hè? Ja. We spreken iets af. Ik zeg, nou, dan en dan ongeveer ga ik het doen. En dan hoor ik later. En toen veranderde het niet al. Dus die intentie... Ja. Nou, dit is dus een heel duidelijk voorbeeld van intentie van mensen en dieren. Als nou een dier een verwonding heeft, dus iets fysieks, kun je daar ook iets mee? Als een dier verwond is, dan komen de mensen uiteraard niet eerst bij mij. Dan gaan ze eerst naar de dierenarts. Maar wat ik wel kan doen als aanvulling, is op de emotie van het dier gaan werken. Want als een dier een verwonding heeft, dan zit er vaak ook schrik en angst. Ja. En schrik voor de dierenarts en schrik voor de behandeling. Ook bij mensen, als je naar een uitslag gaat van een onderzoek, dan sta je stijf van de spanning. Ja. Nou, als je dan EFT zou kunnen doen, ga je er heel anders in. Ga je anders naar die afspraak toe, je gaat er anders mee om en veel minder belastend. Ja. En dus genees je sneller. Ja. Ja. Of beter. Nou denk ik wel, dat bij een mens ook wel is, als je naar zo'n uitslag gaat van een onderzoek, dat je ook met je gedachtes, al zit te denken, als het maar goed is, maar dan zit je ook met je gedachten in de toekomst, want je kunt nog niet weten wat het is. En als je met je gedachten in de toekomst zit, krijg je zorgen. Ja. Dus het is wel anders als met een dier, want ik denk dat een dier dan natuurlijk minder heeft. Nee, een dier zit echt in het hier en nu. Ja. Ja. En wat bij een dier natuurlijk ook anders is, is dat dieren zijn heel eerlijk. Als ik een vraag stel, krijg ik een heel eerlijk antwoord. Dus ik moet aan de mensen vragen, wil je echt het antwoord horen? Oh ja? Ja, natuurlijk. Ja. Als hij daar zegt van, ik vind het een vervelende baas. Ik vind het hier niet, ik heb het hier niet naar mijn zin. Moet ik dat wel mogen zeggen tegen die eigenaar of baasje of, nou, ik zeg meestal de mens. Ja. Ook heftig. Ja. Want zo'n mensen komen ook niet voor niks naar jou. Ja. Hè? Dan is er al iets aan de hand, hè? Waardoor het niet klopt. Hè? Ja. En wat ik heel mooi vind is, kijk, je hebt een dier, hè? Jij hebt poezen. En je ziet dat een poes oud is en ziek. En hoe weet je nou of hij klaar is met het leven? Dat kan ik dus ook aan hem vragen. Oh, ja. En die geven ze ook heel eerlijk antwoord op. De poes van een paar huizen verderop, heel ziek, nieren opgegeven. En die mevrouw zegt, ja, wat moet ik nou toch doen? Nou, kan voor je met hem gaan praten. En die zegt, ja, ik ben ziek, ik ben misselijk, ik heb het koud. Maar ik wil nog niet weg. Oh, dus en die heeft nog 4 maanden geleefd. Ach. Ja. Die zei, nee, ik ben helemaal niet klaar met leven. Nee.
Ja, want dat is dus ook, hè. Wanneer dat denken wij dan, hè? Ja, precies. Ja. Dan denk je, oh, hij leidt zo, kom, doe maar. Dat vind ik zo'n moeilijke beslissing, hè? Vind ik zo moeilijk. Ja, dan ga ik dus besluiten voor iemand anders. Ja. En nu ben ik heel blij, want ik kan het vragen. En bij iemand anders die zei, ja, de dierenarts en wij hebben besloten dat, kun jij het aan haar uitleggen? En hij zei dus de dag erop, ze wist precies wat er ging gebeuren. Toen zei ik, ja, dat heb ik haar verteld. Heel rustig, zei hij. Nou, dat vind ik dan geweldig. Ja. Want dan maak je het niet alleen minder zwaar voor dier, maar ook voor de mensen. Ja, natuurlijk. Het snapt elkaar. Ja. Ja. Nou, kan me voorstellen, dat wij dan in dit gesprek zitten, dat er heel veel mensen denken, wat zweverig. Wat een onzin. Nou, ik zeg gewoon tegen mijn hond dat je moet gaan zitten, klaar, ja, af. Ja. Als mensen nou zo reageren naar jou, wat zeg jij dan? Ik kijk natuurlijk wel wie het zegt. Ja. En heel vaak zeg ik, je mag het noemen wat je wilt, maar als het nou gewoon helpt. Ja, maar wat wil je nou voor dat dier? Ja. Ja, wil je het beste voor het dier? En voor jezelf? Want je hebt er zelf ook profijt van. Ja, is ook. En natuurlijk zijn mensen die meteen zeggen, als mijn hond moet gaan zitten, moet je gaan zitten. Die komen ook niet bij jou, hè? Denk het niet, nee. Die komen niet bij jou, nee. Mensen die al bij jou komen, die staan er al voor open, hè? Of die zijn wanhopig van... Ja, ja. Of die zitten echt met een vraag, want ik vraag me steeds af, kun je erachter komen? Ja. Wat er aan de hand is, of waarom hij of zou zo doet of zo. Ja. Alleen nee, ik kan mooi dat mensen dan zeggen, nou snap ik het. Ja. Ik snap die hond of die bijna kat. Altijd zeggen ze, oh, het is heel herkenbaar. Wat je zegt. Ja. Alleen ze waren er net niet bij gekomen. Ja. Want ze kijken natuurlijk naar hun eigen dier. Ja. En dan denk ik, dan klopt het ook dan wel. Klopt het. Ja, dan klopt het ook. Ja, en dan heb je het al goed gedaan. Hè? Meer hoef je niet te doen dan. Hè? Ja. Ja, mooi. Nou zeg je, zo'n beest, die hond, die zegt dan tegen mij wat er aan de hand is. Maar ja, hoe gaat dat dan? Nou, wat ik doe, ik stel vragen aan het dier en soms voel ik fysiek, word ik misselijk. Soms krijg ik woorden door, echt heldere zinnen. Soms is het licht en donker. Oh ja? Soms krijg ik het heel koud. En wat ik doe, en dat is dus anders dan met een dierentolk, die gaan dan op de feiten zitten en ik denk gewoon, nee, hier zit iets emotioneel niet lekker. Ik ga hier EFT op toepassen. Ik geef het woorden, ik benoem het. Ik werk eraan totdat het neutraal is. Ja, maar dan in gedachten. Want je zegt, ik geef het woorden. Dan ga je niet zeggen van, oké, hij is bang. Je bent bang voor de regen. Dat zeg je niet. Als ik iets aan een dier vraag en ik word hartstikke misselijk, dan heb ik het over deze misselijkheid. Heel concreet. Laatst had ik een hond en dat ging ook over het voer. En ik had een steen op mijn maag. Dan zeg ik, nou, dit is dus heel zwaar aan je maag. Deze zwaarte aan je maag. Dan blijf ik gewoon bij dat ene onderwerp totdat het opgelost is. Goed voelt. En dan ga ik de volgende vraag stellen. Ja. En wat ik dan ook heel veel doe, is communiceren in plaatjes. Hè? Als iemand wil dat een hond iets doet, meer naar buiten gaat, dan leg ik dat hem uit, maar via plaatjes. Je kunt daar naar buiten gaan en het is veilig. En je kunt daar rondwandelen en je kunt daar niet weglopen en het is goed en nou zo. En dat snappen ze. Een paard die niet in de trailer wil, daar kan ik dus op die manier mee praten. Snap je? En dan zeg ik, zou je dat willen leren? Dan zeggen ze ja. En dan zeg ik ook tegen die eigenaar, maar je moet er wel de tijd voor nemen om het hem te leren. Ja. He, neem daar nou een paar weken voor en doe stapje voor stapje, maar hij wil het leren. Niet denken van, oh, dat is het opgelost en hup, daar gaat hij. Zo werkt het niet. Nee. God. Dus ja, het is een combinatie van voelen, woorden, koud, warm, ben je nou ook niet stinken. Bang? Of soms krijg ik een hele vieze geur in mijn neus. Oh, ja? Ja. Ben je niet bang dat je er zelf iets aan overhoudt? Door de emoties van die beesten, bijvoorbeeld, hè? Zo'n brok in je maag, zo'n zware op je maag liggende voeding, hè? Of een brok, wat je net zei. Nee, want ik los het op. Dan is het bij mij ook opgelost. Oh, ja. Bij dieren met hele grote trauma's, daar moet ik op een gegeven moment ophouden. Dan denk ik, dit is echt genoeg geweest voor vandaag. Voor mij ook. Ik vraag in zo'n gesprek of ik geef aan het dier, dit is genoeg geweest, ik moet echt ophouden. Want het gaat wel door mij heen, die trauma's. Hè? Ja. En soms zegt het dier het is genoeg geweest voor vandaag.
Nou, allebei is natuurlijk een goede aanleiding om te zeggen, ja. Dan rond ik het af. En dan, ik vraag ook altijd van tevoren, ik wil hem wel mogen beloven dat een tweede of een derde sessie komt, als dat nodig is. Ja. Dat ik het niet halverwege hoef af te kappen. Ja. Ja. En dan moet je gewoon ophouden. En dan een paar dagen later, of een week later, of twee weken later, weer verder gaan. Ja. Mooi hoor. Heel bijzonder. Ja. Ik ben er stil van. Het is dankbaar werk. Als je zo, ja, het is dankbaar werk. Als je zo mensen die je kunt helpen met dit soort dingen. Ja. Ik kreeg een telefoontje van een mevrouw en die had een poes opgenomen uit het asiel. En die zegt, ze is nu al maanden aan de diarree. En de dierenarts kan niks vinden en ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen. Want ze poept echt alles onder. Ze zit op de stoel en het loopt er zo uit. Ze zit op, in mijn bed, alles. En toen zei ik weet niet of ik het kan, maar ga het proberen. Hè. Ik heb met die poes gepraat en die was inderdaad, die had nogal wat oude trauma's. Ik heb er de sessie met haar gedaan. Eén keer maar. En het was hield op. Dat was dus echt zo door de stress en de emoties, die diarree, dat het ophield. En ze kon gewoon weer eten en poepen. En het was normaal. Ja. Geweldig. Ja. Ja. Hoe mooi, maar ook hoe simpel dat het kan zijn dat je echt wezenlijk contact kunt maken met zo'n beest dan. Hè? Ja. Ja. En ik sluit ze allemaal in mijn hart. Hè. Ja, mooi. Ja. Ik maak contact met zo'n dier en... Oh, wat ben je toch een geweldig beest. Ja. Ja. Mooi wezen. Ja. Toch? Ja. Je blijft eigenlijk constant bezig. Ik doe eigenlijk iets te veel, merk ik. Ja, want ik zit hier nou. Ik zie dat jij... Je hebt geen televisie. Nee. De krant moet je eigenlijk niets van weten. Nee. Vervul je eigen nooit? Nee. Nee. Is het niet stil, altijd hier in huis dan? Ja, heel fijn. Ja? Ja. Ja. Ja, ik vind je houdt van de stilte? Ja. Waarom is dat? Omdat het druk is in jouw hoofd? Of is het gewoon de rust? Ik ben een gevoelig mens, hè? Dus het is me al snel te veel. Daarom is mijn huis ook vrij stil ingericht. Is het een gevoelig mens dat je gauw te veel prikkels binnenkrijgt? Ja, of het te veel is of niet, hè? Want prikkels is natuurlijk ook heel lekker. Hè? Want je moet ook geïnspireerd raken. Mm. Maar... Als het te veel is, of wat niet lekker resoneert met mij, dan moet ik dat allemaal weer afvoeren. Dan moet ik er weer vanaf zien te komen. En dat is natuurlijk dubbel werk. Dus een stad ingaan vind ik heel lastig. Ja, ja. Jij bent een te open mens, je kunt je eigenlijk niet afsluiten daarvoor. Ja, maar dat wil ik ook niet. Want dan sluit ik ook mijn intuïtie af. En dat wil ik niet. Dus stilte is heel lekker voor mij. Ja, kan me voorstellen. Ja. Wandelen, hè, met de hond. Ja. Ja. Dan heb je hier toch wel een fantastische plek gevonden. Ja. Ja, is ook zo. Je bent overal zo in het bos. Daar ben ik ook twee keer per dag. Ja. 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 En ik ga ook wel heel veel met de hond naar andere plekken om te wandelen. Dat is ook weer inspiratie of verandering van decor of hoe je het noemen wil. Ja. Snap je? Ja. Dat vind ik echt geweldig. Ja. Leuk. Ik wou gaan afsluiten. Mm-hmm. Want we kunnen uren blijven praten samen. Ik vond het wel heel leuk dat ik bij jou binnen mocht komen. En dat ik nou eindelijk eens jouw huis heb gezien. En al die verhalen over wat je allemaal doet. Dat ik het heb mogen horen. En ik wil jou heel hartelijk bedanken voor dit mooie gesprek. En ik wens je nog een mooi leven toe. Dankjewel. Dankjewel, vrouwtje. Je was zeer welkom. Dank je. Dankjewel.